Lief Florinkes en Vlaarissen, ook ik vandaag op 6 februari 2016 van harte welkom heten hier op het schoonste stukje van onze wereldstad, op het balkon van het gemeentehuis. Voordat we overgaan tot het fysieke verhandigen van de stadsleutel aan onze stadsprins, vraag ik even om de vaan om die echte rollen van het balkon. Ceremoniemeester Frank, dat de hand wil zetten, dat geven we die hier natuurlijk aan onze prinsen. Knuipje even losmaken. En dan de vaan vrij laten hangen, zodat die de komende dagen in ons gemeentehuis zit. Voor hun motto, samen geeft alles. En ik geef Jan Gerrit het woord aan onze burgemeester, de heer Schraar-Cox. Vlaars en Vlaarinnekes, ik ben blij dat ik hier mag staan. Dit is het mooiste moment van het jaar dat ik dadelijk de sleutel kan overdragen aan deze twee hoogheden die de aankomende 3-4 dagen hier in de wereldstad iedereen veel plezier gaan bezorgen en vooral nog gezellig gaan meedoen. Het weet die hel, gezit de jeugdprins en zijn adjudant moeten de pas vasthouden, maar het komt allemaal goed. 3 dagen zit geen baas door de wereldstad. Ik geef dadelijk een 06 nummer. Als je dus toch problemen hebt de aankomende dagen, je kunt me altijd bellen. Maar ik wil ervan vanuit dat het hier een geweldig feest zal weren. Ondanks de wind die we mogelijk verwachten morgen en overmorgen. Maar ik hang ervan uit dat wij als gemeente gerust erop zien dat we een jeugdprins hebben en een grote prins hebben. Hier in de wereldstad. Die ook allemaal, dames en heren, veel zal gaan en veel zal zorg dragen. Dat we een geweldig feest hebben hier in Limburg, hier in de wereldstad. Ik wens de jeugdprins van en ik wens ook daar, ik zal dadelijk op terugkomen in de zitting in de Haanhof, veel plezier en ik laat er vanuit gaan dat vooral geen hoogheid aan komende van de Linjeneuvel. Ik heb er niet gezien dat de Vlaarissen op maar einde meter gelopen hebben van hier naar de Linjeneuvel. Dat heb ik allemaal laten verveuren. Maar dan komt nog in de tijd, ik denk dinsdag over om 12 uur, dat ze zich de voet naar huis brengen om ervoor zorg te dragen dat het carnavalseizoen dan met een goed humeur afgelost kan worden. Veel plezier, veel succes en ik zal dadelijk de sleutel overdragen, maar dat doe ik op gezag van mijn rechterbuurman, Bert. Dankjewel, burgemeester. Dan ga ik genoeg vragen om de schone sleutel van de stad over te dragen aan onze 69e stadsprins. Dan de eerste en daarmee hebben we weer, nee, het Daan de Mag in Heng en gaat er de komende 3 dagen regeren. Vlaarinnekes en Vlaarissen, de burgemeester is even burgemeester Aaf. Hij is weer de grootvorst van de Vlaarissen. En ik maak er gebruik van om van dit moment in ieder geval onze stadsharmonie Augustinus 1897 te bedanken voor de muzikale ondersteuning. En ook heilige Marcelinus en Petrus uit Oudgelein 1693. Dankjewel voor de feestelijke intocht in ons Schwan Wereldstad. Ik ga heel graag het woord geven, maar voordat ik het woord geef aan onze stadsprins, ook het Raaf bedankt voor de veilige ondersteuning hier in de optocht naar het gemeentehuis. Ik geef het woord aan onze stadsprins Daan de Eerste. Lieve Vlaarinnekes en Vlaarissen. De telefoon in mijn hoofd niet, want ik regel dat wel. Het komt helemaal goed. Ik wil nog even 4 dagen een hoofdspas maken. Het komt helemaal goed. Door mijn liefspreuk, de vaste lauwen in onze wereldstad wordt punt gaaf. Want samen geeft alles. Gelijn, gaaf! En onze 58e stadsjeugdprins, Twan de Eerste, zich het woord. Lieve Vlaarinnekes en Vlaarissen, ik vond het heel erg ziek dat ik in de koets moest zitten. En door mijn liefspreuk. Even mijn duikflesje aan de kantje. Niet onder water, maar voorop in de Vlaarse lounge. Laat ik samen met alle geluidse snaken 3 dagen lang de wereldstad kraken. Gelijn, Allah! Vlaamse, Allah! Sleuteloverdracht, Allah! Nu
de sleutelhanden en al deze geweldige toespraken van onze twee stadsprinsen. Kent de vastelovend beginnen. Veel muntje in de show aan de vastelovend. Alles schijnt samen. Vastelovend samen. Ja.